zeg. Mocht je mij nog niet kennen, ik ben Tin Masha. Die is voor Darcy, Sanneke, Teske, Sharon, Camila.nl, Live Life Splash. Maar mocht je dat allemaal te ingewikkeld vinden, dan kun je me ook gewoon Mr. Lipgloss Lab noemen. Ik heb vorig jaar ook al een onwijs stoer mannenshotvlog mogen maken op het kanaal van Rutger. En aangezien Rutger aan het verhuizen is, heeft hij mij gevraagd of ik zijn verhuizing wil doen. Dus ik ga alles inrichten, alles designen. Dit is dus Rutger, zijn nieuwe kamer. Primeur, oh my god. Oh. Met Mr. Lipgloss Lab. Hey, met Rutger. Ik wil graag dat mijn kamer volgende week af is. Dus wordt het in die tijd dat jij aan het werk gaat? Aan het werk? Wat een goed idee. Ik ga meteen beginnen. Ik ga niet door de voet. Maar dit is natuurlijk doodzonde van de zendtijd, want op deze manier verdien ik mijn geld niet. Nee, dus ik pak snel al mijn gesponsorde producten erbij. Doen jullie dan alvast jullie polsjes omlaag en jullie duimpjes omhoog? Dan is het tijd voor de intro. Zo, nou, voordat ik kan beginnen moet ik natuurlijk eerst de nodige veiligheidsmaatregelen nemen, want klussen is een gevaarlijke job. Nou, zoals je ziet heb ik al mijn klusjurk aan. Het is het nieuwe model, hij zit erg lekker, fantastisch, overal uitverkocht. Maar je kan er één winnen aan het einde van de video, dus blijf vooral kijken. Maar daarnaast raad ik ook heel erg aan om dit te gebruiken. Een helm. En ik heb wel eens wat kijkers die dan zeggen, ik vind het zo raar om een helm bij me te hebben. Straks ziet iemand dat ik een helm bij me heb, dan zeg ik, lieve schat, het is juist hartstikke verstandig als jij degene bent die de helm bij zich heeft. Want ja, je weet nooit in wat voor situaties je terechtkomt. En als je je helm bij je hebt, dan ben je altijd overal voorbereid. En dat is echt niet raar. Het is juist hartstikke verstandig. Dus ik haal me ook voor de rest van deze video gewoon op. Allereerst had ik van de week een pers-event van deze winkel. En ik hoor je al denken, hè? Pers-event, oh my god, I'm so jealous. En je gunt het me misschien niet. Maar lieve schat, jouw tijd komt misschien nog wel. Als je een vrouw bent, dan is de kans groot dat je na 9 maanden op een gegeven moment ook gewoon je eigen mini pers-eventje hebt. Maar ik heb daar deze prachtige hamer gekocht. Hij is echt, moet je voelen. Ik heb hem nog niet getest, dus ik dacht, dat ga ik nu live demonstreren. Echt heel erg lekker. Maar hij is dus te koop bij Nunseer of zoiets. En ja, de prijs weet ik, maar ik heb hem gratis gekregen. Gesponsord. Maar een aanrader. Daarna ging ik naar deze winkel. Voor Winden. En ik vond het een beetje een rare winkel, want het rook er wel een beetje raar. En die vrouw op de kassa, die stonk een beetje en zo. Maar ik moet zeggen, de producten waren echt geweldig. Heel erg vintage, dus daar had ik deze Black & Decker Jigsaw gekocht. De verpakking sprak me gewoon vooral erg aan, want hier staan echt de meest stoere termen. Cut carves. Cut holes. En cut straight. Nou echt, ik was om, dus ik heb hem verder nog niet uitgepakt eigenlijk. Oh wauw. Oh, hij ruikt. Hij ruikt zelfs ook heel erg raar. Een hele rare winkel. Ik weet verder nog niet precies wat ik hiermee ga doen. Maar hij komt vast nog wel van pas. En anders staat hij gewoon echt heel erg leuk in iedere inrichting. Dus ik kan hem hier gewoon zo leuk achter me zetten. Nou, en bij Voorwinden had ik ook nog deze unit gehaald. En dit is eigenlijk mijn beauty geheim. Jullie vragen jullie altijd af hoe mijn huid zo flawless is. En daar gebruik ik deze voor. En wat je dus doet, is dat je hier een scrub papiertje op doet. En hier zie je nog een klein stukje. Kijk, dat is dit. Dat is gewoon te koop bij iedere bouwmarkt. En nou, dan zet je hem dus aan. En dan beweeg je gewoon heel langzaam maar zeker deze zo over je hoofd. Zo. In een soort cirkelvormige beweging.
Maar het geweldige van deze nieuwe versie is dat hij voor full body is. Dus kijk, je kan ook dus nu gewoon zo je kont schuren. Zo scrubben. Krijg je echt hele zachte billetjes van. Oh, hè? Ik heb hem volgens mij nu een beetje gesloopt. Maar goed. Sinds mijn eerste shoplog is de klusjurk in heel de wereld uitverkocht. Dus ja, ik dacht, ik moet jullie tegemoetkomen. Ik ga er een weggeven. En niet zomaar één. Ik ga deze die ik nu aan heb, die ik nu sensueel ga uittrekken. En dit is echt een uniek exemplaar, want ik ga hem bij deze live signeren. Tim, Masha, Dee, Darcy. Wauw, nou, deze klusjurk kun jij dus winnen. En dat is heel makkelijk. Je kan op twee manieren kans maken. Je kan gewoon een reactie achterlaten onder deze video. Of je kan de video tweeten. En dat kun je gewoon doen door hier te klikken. En ik ga random uit de reacties en de tweets één winnaar kiezen. En die krijgt dan deze exclusieve klusjurk thuisgestuurd. Oh my god. Nou, ik hou deze klusjurk voorlopig nog eventjes aan, want dan krijgt de winnaar echt een klusjurk die helemaal naar mij ruikt. En safety first, want ik ga zo nog even kijken hoe ver ze hier zijn met klussen. En dan zien jullie volgende week gewoon Rutger weer op dit kanaal met het eindresultaat van de kamer. Hoe die is geworden en dat all thanks to me. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Doe nog even je duimpje omhoog. En dan zien jullie Rutger volgende week weer. Doei! Ik heb ooit al een handstand in de sloot gedaan, dus dit moet er ook wel lukken. En dan tussen met je benen tegen je. Ja.